NAC doet het thuis al twee seizoenen heel erg goed. Verloor sinds het begin van vorig seizoen nog maar twee thuisduels. Het speelt nu tegen VVV en die ploeg is hier voor het eerst gevaarlijk. Als die bal niet lekker wordt weggewerkt en Kees de Boer uiteindelijk op het doel schiet. Rick Kruis, goed bezig als trainer van VVV. Had hier toch een grote kans als er wordt geklungeld in de defensie. Maar Kortsmit uiteindelijk die bal toch nog pakt. Hier opnieuw VVV in de aanval van dichtbij. Is het Sven Braken die bal niet lekker raakt. Normaal staat Braken daar vriend met naast hem Nick Venema. Maar Venema, die nog kort bij NAC speelde, is ziek. En staat dus ook niet in de ploeg, is ook niet in Breda vanavond. De eerste helft gebeurt er bijzonder weinig. Dit zijn beelden al van de tweede helft. Met Velanas, die geeft de bal goed mee aan Di Michele, de voorzet en de kopbal van Jort van der Zanden. Thuisploeg mist Agogiel en McNulty, nog altijd geschorst. Naar rood uit bij Jong Ajax. En VVV heeft natuurlijk nog altijd ook Lucas Sima niet in het doel. VVV is hier wel in de aanval. Dit is Yassar. En die geeft de bal voor. En daar is de 1-0 voor VVV. De geplaatste bal van Daan Huisman. Zet de ploeg uit Venlo op voorsprong. Sjan Yassar voor het eerst in de basis. Speelde ook nog kort bij NAC. Hier opnieuw aan de bal. Heeft dus de assist in huis voor Huisman. En daarna krijgt VVV nog veel meer kansen. Hier met Johansson. En uiteindelijk het schot van dichtbij. Dat er niet ingaat van Sven Braken. Die daar met wat moeite overeind wordt geholpen. VVV won hier voor het laatst in januari 2018. 1-0 door een doelpunt van Lennarty. En hier duur balverlies achterin bij NAC. Yassar. Yassar probeert het dan zelf te doen. Eustjan Yassar. Speelde bij Jong Utrecht. Scoorde ook nog een wereldgoal tegen Jong Ajax. En ook nog kort dus bij Jong NAC. Nu voor het eerst in de basis bij VVV Yassar. Velanas aan de andere kant dan. Banzuzi. Deze week nog actief met Oranje onder 18. Voorzet Banzuzi. Ruimte bij Kai de Roy. Die heeft dan veel tijd nodig. En mikt ook nog eens naast. Het is illustratief voor het spel van NAC in deze wedstrijd. Toch ruim 18.000 toeschouwers weer in het Radverlegstadion. Maar die zien niet wat ze willen zien. Want NAC staat achter en VVV is er weer een keer vandoor hier. Aan de linkerflank met Tijmen Verheijen. Die pas zijn eerste profcontract ondertekende. Het afleggen, daar is Kees de Boer. Ja, die raakt die bal helemaal verkeerd. Dat is toch een grote kans voor VVV. NAC kan geen vuist maken. Dirks, bal diep. Terugleggen met de borst. Is goed van Verheijen. Nou, dan gaat het maar door. En snijdt VVV opnieuw heel makkelijk door de defensie van de thuisploeg. Dat is dus de volgende kans. In dit geval voor Huisman. De man die de enige treffer scoorde tot nu toe. Naar Breda dan. Met de aanvoerder plat. Bal naar Banzuzi. En dan redding met de voet van Ennio van der Gouw. Van der Gouw in het doel omdat Lucas Sima lang is uitgeschakeld. De eerste doelman van VVV. Velanas. Plat. Terug naar Velanas. Maar dan is er misschien nog ruimte voor het schot. Dat komt er ook, dat schot. Maar weer niet op het doel. Dit keer de inzet van Javier Vet. Lucas er dan. Een hoekschop. En die gaat er zomaar in. De afvallende bal uit de corner komt zomaar op de rechtervoet van de rechtsback Bort Lucassen. Die scoort niet voor het eerst dit seizoen. Belangrijke treffer voor NAC, want het is niet alleen 1-1 door die treffer, maar er is ook weer hoop bij het thuispubliek. Verheijen van afstand. Nou, dit is nog geen minuut na de 1-1. Als het alweer bijna 2-1 is voor VVV, maar de bal landt op de lat van invaller Tijmen Verheijen. Opnieuw VVV, Kortsmit, niet helemaal. Dan wordt de bal ook niet lekker weggewerkt. En is daar de zweet. Karel Jonassen, hij scoort 2-1. NAC krijgt die bal niet weg. Ook Thijs Veldhuis niet en Johansson scoort dan. En bepaalt ermee de eindstand op 2-1. Verrassende winst dus voor VVV in Breda.